Goedenavond allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Studio Paincave tijdens de Zwift Beat Series. Het is alweer tijd voor de derde avond vandaag. En we gaan er een mooie training van maken met Jan-Willem van Schippel. Die zie je al onder mij in beeld, zie je hem warm rijden. De Zwift Beat Series is een serie van 6 evenementen op beat, waarin we eigenlijk het beste van de baan en van de weg van beat bij elkaar brengen voor een mooi programma. Social Rides, Challenges, wedstrijden. Met vandaag dus op het programma de Social Points Race Challenge met Jan-Willem van Schip. Dat is onze ride leader van vandaag. Jan-Willem van Schip is 26 jaar, komt uit Nederland. En is in 2019 wereldkampioen puntenkoers geworden in het Poolse Pruszków. Hij heeft ook goud behaald op het Omnium op de Europese Spelen. Is 2 keer vice-wereldkampioen geweest op de Omnium. En heeft diverse hele straffe prestaties op de weg op zijn naam staan. In de Belgium Tour, in de Slag om Noord onder andere. En de Ronde van Drenthe. Dus we gaan eens even kijken hoe het met onze gast van vandaag is. Jan-Willem, hoe voel je je? Ja, goed hoor. Gewoon een beetje... Ja, ik vind het wel humor. Eigenlijk, ik vind het wel grappig waar ik nu weer in beland ben. Dit wordt jouw eerste keer op Zwift, hè? Ja, absoluut. Mijn debuut. Mijn debuutkoers op Zwift. Ja, heb je er een beetje vertrouwen in? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik weet het niet. Ja, we gaan het meemaken. We zien het wel. Ja, je hebt een mooie setup om je heen, hè? Dus dat gaat allemaal goed komen. Er komen vanavond 300 man met jou mee fietsen. Godverdomme, wat leuk. Dat heb je denk ik ook nog nooit meegemaakt. Nee, eigenlijk niet, nee. Nee. Nou, dat wordt wat. Als je straks vragen hebt voor Jan-Willem, dan kun je die natuurlijk stellen zoals gebruikelijk via de chat van YouTube, van Facebook, als je daar kijkt, of gewoon in Zwift zelf. Maar laten we eerst eens gaan kijken wat vanavond nou precies de bedoeling is van die Social Points Race Challenge. Want we rijden vanavond in New York en we rijden in het Central Park, waar we het LaGuardia rondje rijden. Dat is eigenlijk een heel kort rondje van 2,8 kilometer. We doen eerst een aanloop van 2,5 kilometer en daarna rijden we 12 rondjes van 2,8 kilometer. De eerste 8 rondjes en dus die aanloop rijden we gewoon rustig op een social tempo rond 2,5 watt per kilo. Daarbij geeft Jan-Willem van Schip het tempo aan. We hebben een zogeheten fence aanstaan, dus blijven we lekker bij Jan-Willem in de buurt. En we sluiten de ride af met een soort puntenkoerstraining. Waarbij we de laatste 4 rondjes eigenlijk gaan koersen. Dus de bedoeling is om in die laatste 4 rondes gewoon zo hard te rijden als je kunt. In zo ver mogelijk van voren mee te rijden in een groepje waarvan jij het tempo net aan kan. Maar elke ronde is er dus zo'n sprintje weer bij zo'n groene boog. En daarin probeer je de mensen bij jou in het groepje te kloppen. En daarna probeer je weer in te pikken bij die gasten in het wiel. Want dat is een beetje hoe de puntenkoers is. Keihard fietsen, keihard sprinten en daarna moet je eigenlijk weer keihard fietsen. Dat doet heel veel pijn. En Jan-Willem wil graag dat jullie ook een keer een avondje voelen hoe vervelend dat nou is. Want dat is vervelend, hè Jan-Willem? Ja, het is gewoon een heel grote uitdaging om op het moment eigenlijk dat je dat sprintje hebt gedaan, dan moet je alles geven wat je hebt om er overheen te komen. Maar op het moment dat je klaar bent met sprinten, dan komt er weer een nieuw moment en dan moet je eigenlijk weer zo goed mogelijk herstellen en zo fris bij het volgende sprintje aankomen. En dan is eigenlijk het allerbelangrijkste dat je gewoon goed gefocust blijft op je houding, geconcentreerd en blijft trappen. En dat voelt in het begin voelt het heel kut als je zeg maar hetzelfde tempo aanhoudt. Voelt het, je gevoel zegt in het begin van nou het is heel erg shit, terwijl je tempo is hetzelfde en op een gegeven moment blijft je tempo hetzelfde, maar gaat het gevoel naar onder. En om daarmee om te gaan is gewoon altijd heel lastig. Het is heel lastig om te herstellen van je inspanning, maar het kan wel. En het zit vooral in je hoofd. Dus je moet de pijn accepteren, blijven trappen, blijven doorgaan en dan hopen op een nieuwe kans. Ja, want we rijden vanavond dus dat laatste stukje, dat is ongeveer 11 kilometer. We doen 4 sprintjes. Dus dat gaat ongeveer een 10 minuten, kwartiertje voorbij zijn. Dus dat is ook wel een afstand waarin je dan even tegen jezelf kan zeggen, doorgaan. Of niet? Ja, absoluut. Niet opgeven natuurlijk, altijd blijven gaan. Ja, misschien is aan de eerste 2 of 3 sprintjes kun je wel niet meedoen, maar doordat je gewoon blijft gaan en niet opgeeft,
is het vierde sprintje wel voor jou. Je moet er altijd in geloven dat er weer een sprintje komt waar je aan mee kan doen. Oké, vet. En train jij ook hier echt op, specifiek op de puntenkoers? Ja, best wel. Wij doen vaak Danny training. En dan rijdt er een Danny een bepaalde snelheid. En dan moet je gewoon over die Danny heen moet je, sprinten tegen andere gasten. En dan eigenlijk rijdt die Danny daarna net even iets te hard. Dus dan moet je echt, je zit helemaal aan het gaas. En je wil je medetrainingsmaten kloppen in die sprint. En vervolgens moet je weer bij die Danny aanhaken die net iets te hard rijdt. Waardoor je ook alles op dat moment goed moet doen. Je moet precies die baanfiets goed door de baan laten gaan. Aero blijven, ook weer blijven kijken. Want het kan ook nog zijn vaak dat die Danny bijvoorbeeld heel hard gaat of heel zacht. Of weet ik het wat. Dus het is, ja, je probeert eigenlijk het zo moeilijk mogelijk te maken. Zodat je in die wedstrijd zoveel mogelijk overzicht hebt. Om het dan goed te doen. Terwijl je met hartslag 200 helemaal en 30 graden helemaal wazig bent. Dat je toch nog de juiste keuze kan maken. En op de juiste plek je vermogen kan leveren. Ja, wat vet. Maar dat, hoe je het nu uitlegt, klinkt het eigenlijk dus echt wel best wel een beetje hoe we dat dan gaan doen vanavond op het eind. Dus het is trainingsvorm. Dus iedereen kan dit eigenlijk op zijn eigen tempo in een groepje van zijn eigen niveau doen. Keihard fietsen en dan proberen ze gewoon elke keer weer te kloppen in dat sprintje. Dat is wat we gaan proberen. Ik denk dat we tegen die tijd ook wel nog even wat extra tips van jou moeten vragen hoe we dat mentaal dan aanpakken. Jij hebt nog iets op je hoofd zitten, hè? Waar je best wel enthousiast van was, of niet? Nou, ik weet niet of ik er per se enthousiast van was, maar ik dacht wel van nou, ik maak het weer mee. Ik ben erbij en ik maak het mee. Dat is het. Ja, want je hebt de enige echte Wahoo hoofdband op, die we al een tijdje lopen te showen in deze uitzendingen. Ja, dat is het nieuwe must-have item voor het binnenfietsen. Dus als je meekijkt en meefietst, je kan er eentje winnen. Wat je daarvoor moet doen, is vanavond tijdens het fietsen een selfie te maken, of een filmpje, whatever je wil. En knal die op Instagram stories. Tag dan Beat, dus dat is @BeatCycling. En dan maak je kans op zo'n vette Wahoo hoofdband. We hebben vorige week al een heel aantal vette Pain Cave selfies voorbij zien komen. Er zijn al een aantal hoofdbanden onderweg naar de gelukkige winnaars. We zijn vrijgevig, dus maak die selfie en zorg dat je hem in huis haalt. Dan fiets je net zo gesmailleerd bij als Jan Willem. Of Bjorn Borg. We gaan over 3 minuten beginnen, Jan Willem. Ja. Ben je een beetje warm gereden al? Ja. Ik vind het verrassend goed fietsen, die Wahoo. Ik denk dat het misschien wel 5 of 10 jaar geleden is dat ik op zo'n indoor trainer heb gereden. Ik rijd normaal altijd op een rollenbank. Ja. Voor mijn warming-ups en dat soort zaken. Maar ik ben wel... Ja, ik ben wel warm gefietst. Ik vind het wel leuk. En het is ook stabiel voor sprintjes. En het voelt echt vrij realistisch aan. Dus ik vind het wel cool, ja. Nice. Moet ik hier wel bij vermelden dat jij wordt gesponsord door Wahoo. En dat je daarom heel enthousiast nu het uitlegt. Nee, het kwam mooi veel, hè. Ik ben oprecht verbaasd en enthousiast. Het voelt echt... zeg maar, als je het nooit... Stel je voor, je hebt nooit op zo'n ding gefietst überhaupt en je weet niet wat het is, dan is het gewoon wel interessant. En, ja. Nee, precies. Ja, super vet. Even kijken, we hebben nog iemand in de uitzending vanavond. Leon van Bon. Leons palmarès is bij veel mensen bekend. Voormalig, winnaar van Tour de France etappes. Twee stuks. Nu vooral bekend als wielerfotograaf. Als man achter Zwift in Nederland. Maar Leon, jij hebt ook jij hebt ook al iets moois op je palmarès staan wat betreft de puntenkoers, hè? Ja, dit is al wel uit de zwart-wit tijd ongeveer. In 92 ben ik tweede geworden op de Spelen, ja. Op de puntenkoers. Vet. En toen deden we eigenlijk al dezelfde training met de Danny als Jan Willem net vertelt. Oké. Ja. En de puntenkoers, werd die ook op dezelfde manier verreden toen? Volgens mij wel. Ik begon eigenlijk, toen ik nieuweling junior was, was het elke 5 ronden sprinten. En volgens mij is dat toen veranderd naar 10 ronden. Oké. Dat is volgens mij nu nog steeds, toch of niet? Ja, 10 ronden. Maar misschien was toen
ronde over punten. Terwijl nu is een ronde 20 punten natuurlijk. Oh ja, ja, ja. Nee, dat was, ja, ronde was altijd belangrijker als punten. Ja, dat klopt. Ja. Dus nu kun je ook nog met heel veel sprinten compenseren. En je kunt ook nog 10 punten pakken in de laatste sprint. Ja, ja, dat was ook. Dubbele punten in de laatste sprint. Maar ronde ging wel voor, ja, dat klopt. Maar het is echt een legendarisch onderdeel, hè, wat al super lang op het programma staat. En ja, dus de wereldtitel van Jan Willem, dat is echt eentje die heel hoog aangeschreven staat, of niet? Ik wil één tip geven, Jan Willem. Rustig beginnen, hè, vandaag. Echt ja, nee. Prestaties houden. Ja, nee, nee, reken maar dat we rustig beginnen. Dat komt helemaal goed. Ja, we gaan over 20 seconden beginnen. We zien de teller boven in beeld staan. En dus de richtsnelheid is ongeveer 2 watt, 2,5 watt per kilo. We gaan straks weer een fence aanzetten, een virtueel hekje. Die aangeeft dat je bij Jan Willem in de buurt moet blijven. Als je daar voorbij gaat, dan krijg je vanzelf een melding boven in je beeld dat je terug moet naar de groep. En je mag doorfietsen als je het wil, maar het leukste is natuurlijk gewoon lekker bij Jan Willem fietsen. En we zijn inmiddels vertrokken voor de rit. We gaan er een mooie rit van maken. For English viewers, if you are watching right now, I've been talking Dutch for already 15 minutes. But I can imagine that you are also watching and also participating in the ride today. We will talk mostly in Dutch, but if you have a question, just put it in the chat on YouTube, Facebook, or in game in Zwift. And we'll try to answer it. I guess Jan Willem is also a very good English speaker, since he is an academic guy. So we will work that out, but mostly most of our communication will be in Dutch. Jan Willem, je bent vertrokken. Je eerste meters in Zwift, hoe voelt dit? Ja, iedereen fietst me voorbij, man. En ik wil ook zo'n... ik wil ook een paarse fiets, man. En een petje. Waar is mijn petje? Ja, Leon, kun jij dat eens uitleggen? Hoe Jan Willem daaraan kan komen? Nou ja, petjes die heb je volgens mij standaard. Maar zo'n lichtgevende fiets, daar moet je heel wat Zwift kilometers voor maken. Dus dat moet je nog even een beetje oefenen. Oké. Maar ik heb gehoord dat er veel baanrenners op Zwift treden. Dus dat moet helemaal goed komen. Ja, ik denk vooral dat het interessant is voor minuutblokken en dat soort intervallen. Omdat je gewoon heel specifiek één ding kan doen. En je kan het heel, heel erg constant houden. Als je het in een verkeer wil doen of in een klimmetje, dan krijg je toch, heb je altijd ruis. Terwijl als je het op zo'n binnen doet, op zo'n ding, dan is het gewoon heel clean en goede prikkel. Ja, dus je mag gewoon je workouts vanuit Today's Plan of een andere software, kan je er gewoon zo inzetten. Dus dat werkt heel goed. Ja, het is wel vet. Het is wel de moeite waard om eens een keer te proberen. Je mag ietsje rustiger fietsen, Jan Willem. Wat zei je? Je mag ietsje rustiger fietsen. Oh. Ik dacht dat het juist iedereen fietst me voorbij. Ik denk... Ja, dit moet je negeren. Die komen vanzelf terugwapperen. Dus, ah, oké. Okay. Dus voor de mensen die... voor de Sherlock's thuis, die hebben het vast al door. Jan Willem heeft ze beide handen aan het stuur. Maar toch zie je dat hij meechat in de game. Dat is Jelle, onze man achter de schermen. Dus die gaf net aan dat we tempo rustig rijden. En Jan Willem gaat dat tempo nu ook daadwerkelijk rijden. En dan hebben we een mooie even, steady pace. Ik heb al een eerste vraag binnengekregen via Facebook van Jelle van Achter. En die vraagt, Jan Willem, wanneer begint jouw seizoen? Als het goed is, begint het in februari. Met het EK baan, hopelijk. Oké, en waar is dat? Of in Apeldoorn of in Minsk. Okay. Maar gezien de politieke ontwikkelingen, denk ik in Apeldoorn. Okay. Hoop ik in Apeldoorn ook. Ja, want ik zag net ook, dat was volgens mij via de Zwift-chat iemand die zei dat hij jou vorig jaar heeft zien rijden op het EK in Apeldoorn. En dat erg leuk was. Thijs Diepemaat zegt dat. Ja. Dat was wel een speciale ervaring volgens mij. In een volgepakte Omnisport meeknallen voor de prijzen. Ja, dat was ongekend. Helemaal de puntenkoers. Toen mocht ik in mijn wereldkampioenstrui rijden. En
Ik kwam de baan op en ik zwaaide zo even naar mijn moeder. Maar toen was heel het publiek, iedereen rondom mijn moeder, die was ook aan het juichen. Dus ik was vroeg op de baan en ik had één rondje gedaan op het beton. En toen had ik maar naar iedereen gezwaaid. En iedereen zwaaide en joelde terug. Ja, dat was super dik. En hoe die koers... En die koers die begon vrij kut eigenlijk. En niks lukte. En op een gegeven moment... kwam ik toch terug in die koers en pakte ik een rondje. En toen was iedereen een beetje enthousiast. En toen later nog een rondje. Toen werd iedereen nog enthousiaster. En toen ging ik een derde rondje pakken. Nou, toen werd iedereen helemaal lijp. En toen ging ik ook nog eens sprinten voor de overwinning. Ja, die orkaan van geluid zo voor de laatste bocht. Ik dacht, ja, ik ga het nog halen ook. Maar ja, toen kwam die klootzak van het orkaan er toch nog overheen. Dus dat was jammer. Maar het was wel kippenvel om zo te voelen dat het publiek met je meeleeft en met je meejuicht en achter je staat. En ja, dat vergeet je gewoon nooit meer. Ja, dus dat was echt een unieke ervaring ook voor jou. Ja, tuurlijk. Dat in een vol Apeldoorn koersen, dat is echt... Dat is gewoon super bruut. En ook in 2017 was het WK in Apeldoorn. Toen werd ik tweede op de puntenkoers. En ook tweede in het Omnium. Ja, dat waren ook... Ja, dat vergeet je gewoon niet meer. Dat is gewoon zo dik en iedereen is erbij en... Die orkaan van geluid waar je doorheen mag fietsen. En ook op het moment dat je demareert, hoef je niet achterom te kijken. Want je hoort wel of het een goede demarage is of niet, weet je wel. Ja. Ja, dat is super dik. Ja, super vet. En ik zie alweer een andere vraag van Thijs van Diepenmaat. Die vraagt zich af waar we je gaan zien in 2021. Dus echt na de eigenlijk het wegseizoen bedoelt hij, denk ik. Ja, ik weet het niet. Ik denk gewoon op de Spelen en... En in de grote 1.1 koersen. Ja, dus de Spelen zijn overduidelijk jouw hoofddoel, hè? Dat gaat het dan over het Omnium. Ja. Dus, want hoe werkt Omnium en koppenkoers. Want Omnium, daar zit de puntenkoers in, hè? Ja, klopt. Het begint met de scratch. Dan heb je de tempo race, afvalkoers. En het sluit af met 100 ronde puntenkoers. Kijk. Dat is... Dus een behoorlijk veelzijdig renner moet je daarvoor zijn. Ja, en nooit opgeven. Nooit opgeven. Telkens weer goed kijken en weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, want hij wordt echt vaak beslist in de finale van de laatste koppenkoers, of puntenkoers, hè? Ja, absoluut. Als je daar niet je mannetje kan staan, en je ziet ook dat een aantal gasten die vrij rap zijn, of een keer een gelukje hebben, of noem maar op, die staan al goed. Maar uiteindelijk vallen ze er ook altijd wel weer doorheen, zeg maar. En, ja. Je moet gewoon echt een half uur kwijtraad kunnen boren om daar je mannetje te staan en om het te volbrengen en met de slag mee te gaan. Ja, ja en ik zie ook een vraag van Team Kliverik, die vraagt, van Martijn van Mannekes. Hoe frustrerend het is dat iedereen op je wiel fietst, want dat krijg jij nu steeds vaker, hè, op de baan. Ja, klopt. Ja, dat soort dingen, die gebeuren. En daar moet je gewoon weer een nieuwe tactiek voor maken. En je kan het zien als frustratie, maar het is gewoon verandering. En alles is onderhevig aan verandering. Dus je zult gewoon... Kijk, vroeger was ik gewoon een no-no. Dan reed ik gewoon weg. En dan dacht ik zo op een gegeven moment, hey, kut. Ja, die gast die blijft er gewoon voor. We zijn geflikt. We gaan niet meer... onze kansen zijn weg. Ja, en op een gegeven moment lukt het zo vaak om weg te blijven, dat ze denken, hey, die laten we niet meer rijden. Ja. Nou, dan moet je dus nog beter... Het moment voelen, nog beter demareren, harder kunnen demareren. En misschien zelfs ook, doordat zij altijd maar denken dat jij kan rijden. Ja, het ook eens een keer niet doen. Dus je moet gewoon jezelf weer ontwikkelen, weer verder komen. En weer voor de dingen die je tegenkomt, die moet je weer oplossen. En hoe druk ben jij daarmee bezig om dat soort dingen uit te vogelen? Over die tactieken na te denken. Hoe doe je dat? Is dat praten met coaches? Of zit dat in je hoofd? Schrijf je dat op? Ja, ik schrijf heel veel van dat soort dingen op. Ik kijk beelden terug. Ik probeer altijd te bedenken van, oké, wat was mijn plan en is het gelukt of niet? En moet ik iets doen aan mijn plan of moet ik een beter plan maken? Om telkens het beste plan ooit te hebben. En ja, dat ontwikkelt zich gewoon. Het is gewoon een onderdeel van de sport om aan te voelen hoe het moet. Ik bedoel, ik kan misschien met 5 minuten waarde wel 30 wat verbeteren, maar op het moment dat ik niet het goede moment heb, daar heb ik er niks aan. Ja,
Dus dat besef is belangrijk. En vervolgens is het ook gewoon oké. Wat gebeurt er? Hoe gaat het? Wie doen er mee? Wat is het moment in de koers? Je moet gewoon continu jezelf die vragen blijven stellen. En continu proberen te denken, oké, wat is nu van mijn dingen die ik heb? Voeding, mentaal, tactiek, fysiek. Wat is de zwakste schakel? Nou, die moet je telkens weer aanpassen en beter maken. Ja, ja, vet. Dat het zo'n, eigenlijk zo'n ingewikkeld spelletje is wat je eigenlijk onder de knie moet krijgen. Ik zie een vraag, en dat is denk ik een vrij makkelijke vraag. Van, it's an English question, so I'll ask it in English. From Shano Whitfield, who is your favorite medicine partner? It's of course, it's Juri Havik. Because he's just the master of the game. And if he says, you have to go, you don't have to think about it. You need to go. And it's also the biggest... I wrote the most medicine with him, and yeah, we just, yeah, it's just the most fun because we're like, in the end, he's like more a sprinter and I'm more the endurance guy, but our mentality of like, oh, we need to win and we need to go full gas, and if you need to go underneath, always go underneath. So that's a huge fun part of it. Yeah, and this week we had some great news about Juri Havik, eh? Yes. He comes to ride for the B team as well, so it's going to be fun. Yeah, what does that mean for you? What is the impact of that? Zeg maar in het Nederlands trouwens, want de vraag beantwoord. Dus wat is de impact dat Juri bij ons in de ploeg komt rijden? Het is gewoon super prettig dat je een programma hebt op de weg en op de baan waarin je elkaar allebei beter kan maken. En dat het gewoon, de energie die je levert gaat de goede kant op. Het is niet zo dat we allebei een programma rijden wat elkaar overlapt, zeg maar. We kunnen gewoon koersen, baantrainingen en koersen doen, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl als hij koerst op dit moment en ik op dat moment, kun je niet die koppeltrainingen samen doen. Dus dat is een grote winstpunt. Ja, vet. Je hebt echt gewoon hetzelfde programma nu rijden. Ja, precies. Dus een vraag van Tom Milder, die vraagt, hoe wordt je partner geselecteerd? Dus, maar jullie hebben elkaar een beetje geselecteerd, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het uiteindelijk voor ons is het zo gegaan dat... ik was de guy die naar de Spelen zou gaan, omdat ik me eigenlijk al had geplaatst voor het Omnium. Ja. En toen mochten de andere guys zich bewijzen voor de stack in de koppenkoers. En ik heb eigenlijk met verschillende gereden en Juri was zowel de guy die... het beste deed als ook het graagste wilde. En dat was uiteindelijk de beste match. Nice, nice. Vraagje van Jeroen Wes. Even iets luchtiger topic. Hoe vond je het studentenleven in Wageningen? Of hoe vind je het studentenleven? Misschien ervaar je het nog steeds een beetje zo. Ik vind het super gezellig. Ik vind het... het belangrijkste van Wageningen is dat je... Ik voel me altijd heel erg welkom daar. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor zowel studenten als andere mensen als weet ik het wat. Het is gewoon, oké, het maakt niet uit. Het maakt letterlijk niet uit hoe je eruit ziet of weet ik veel wat. Maar gewoon, ja, hey, kom, ga mee. We gaan er wat leuks van maken. En dat, die vibe is wel uniek, vind ik. En die heb ik ook heel erg gewaardeerd en die waardeer ik nog steeds. En ik spreek ook nog veel mensen van de studie en ook als ik in Wageningen ben en ik kom ze tegen of zo, dan neem ik ook de moeite om met ze te praten en zij ook met mij. En ja, ik waardeer dat super erg. Ja, ja, vet. Want je woont er nog steeds, hè? Je zit daar dus echt goed op je plek nu. Ja, absoluut. Ik vind het een heel fijne... Nice. Hey, ik heb ook nog een vraagje. Ja, go ahead. Als mag. Zeker, ja. Nou, ik heb je een paar extreme trainingen zien doen van 300 plus kilometers en zo. Dat helpt waarschijnlijk niet echt per se voor het Omnium. Maar doe je dat nu nog steeds of was dat een beetje coronatijd acties? Nee, ik heb ik doe dat eigenlijk al heel lang. Maar ik geloof daar ook heel erg in. Het is misschien een gekke fysieke prikkel, maar dat je met je mind iets moet doen. Kijk, een rondje IJsselmeer fietsen van 380 kilometer, of 370 of zo, ja, dat heeft
misschien niet zoveel te maken met Omnium, maar de mentale component die je tegenkomt van je ergens toe zetten, het voorbereiden, de ervaring van, oké, ja, hoe 5 uur fietsen ook kan voelen. Als je weet dat je 380 kilometer moet en het duurt 10 uur, ja, dan ben je na 5 uur, denk je, oh ja, nou, we zijn op de helft. Ja. Dus als je 5 uur gaat fietsen, dan ben je na 2,5 uur op de helft. Ja. En dan voelt het even kut. En dat, zeg maar, dat, die mentale stap, die vind ik gewoon super vet. En op het moment dat je dus dat ervaart en je ervaart van, hey, ik kom in deze gekke situatie en ik ga hem oplossen. En als het dan lukt om hem op te lossen of om überhaupt rond te fietsen en weer thuis te komen. Ja, die kick is zo groot. En dat is zo geestverruimend dat het gewoon bijdraagt aan alles eigenlijk. En heb je al iets op de planning staan dan? Nee, voorlopig nog even niet, nee. misschien iemand zei nog van, de Drenthe 200 gaat niet door, dus die wilde hem zelf gaan fietsen. Ja. Dus zei ik, nou ja, dat is wel weer een uitdaging. Toen dacht ik, toen zei ik, nee, dat is niks voor mij. En toen een uur later dacht ik, ja, dat is wel weer kicken. Of daarom, nieuwe... omdat het niks voor jou is, moet je het doen, toch? Of niet? Wat zei je? Omdat het niks voor jou is, moet je het doen. Ja, precies. Daarom is het juist interessant. Daarom is er wat te halen, ja. Misschien is het wel super kut. Maar ja, dat is juist, dan wordt het ook leuk. Ja. Op het moment dat jij daar in Drenthe staat en je denkt, ja, tyfus. Het is nog 100 kilometer en het is koud en weet ik het dat allemaal. Ja, dan moet je iets doen. Dan moet je jezelf ontwikkelen en de beste versie van jezelf zijn. En dat is heel vet. Ik mis een haarband. Zie je dat? Ja, we zullen er eentje naar je opsturen als je wil. Wil je er ook een? Ja, tuurlijk. Nou, dan gaan we dat regelen bij deze belofte. Dan heb je die volgende week. Hey, ik zie alweer een nieuwe vraag. Die is misschien ook wel interessant van Francisco Zapata. What is your next project for road cycling? Any innovation or something you are experimenting with? I know you are busy with a secret project and it's about a new steer, right, Jan Willem? Yes, yes. It's all handlebars, of course. Handlebars, sorry. You gotta make it narrow. Yeah. And that's so, it. Can you give us a tipje van de sluier? I don't know yet. Okay. I think it's better to not give a tipje from the sluier. Yeah. Okay. So, but there is something new coming in the handlebar scene, and Francisco Zapata, you will get to know it as soon as we can tell more about this new innovation. A question from Mathieu Rouault. Do you still train with heart rate zones at pro level? No. Yeah, sometimes though. Could be interesting to see how your form is, like efficiency wise, because if you can keep the same power with a lower heart rate, it's interesting. And you always look at it like how fresh you are. I think that's mostly the tool for me, like how did it go and what does my heart rate tell me? Yeah, so it's not, you're not like full focused on the zones, but you use it like a different tool, like an interesting side note to know what's happening and how do you feel, etc. Yeah, and Leon, how was that for you? Because in your time, to say it a bit a bit badly, I guess, did you have a power meter when you were active as a pro? We were just in the transition zone. Okay. So we had power meters, but nobody actually knew what to do with the numbers. So there was a lot of data coming and people were looking at it. And well, at the end of my world tour career, 2007, we did use it okay, I guess, but most of the times I used heart rate zones. Yeah, cool. That's the cycling keeps on innovating. Kijk, er komen echt super veel vragen binnen. Dat had ik al verwacht, want Jan Willem is natuurlijk een super interessante gast. Dus ik probeer zoveel mogelijk bij te houden. Misschien mis ik net je vraag, sorry daarvoor. Of probeer ik er later even op terug te komen. Maar no worries, we proberen zoveel mogelijk bij te houden. Ik zie hier weer een vraag over Juri Havik van Dick Kooijman met een lieve kat. Bij de koppelkoers op de baan, wie bepaalt dan de tactiek in de koers? Doe jij dat of doet Juri dat?
Het is vooral Jury. Maar je bent altijd van elkaar afhankelijk. Maar het is zeg maar, het is 7-4-1. En dus ik doe vaak 4 tot 1 en een kwart. Dus ja, soms dan moet ik even ergens tussendoor en dan zet ik hem af. En als ik dat niet doe, dan heb ik invloed. Maar het is ook andersom, zeg maar. Dus het is altijd een wisselwerking. Wat betekent 7-4-1? Dat is zeg maar de ronde is voor dat de bel gaat om de punten te halen. Oké. En dat is dus het moment waarop de ander... Eigenlijk is het net als bij Mario Kart. Op het moment dat je aflost, dan krijgt die andere een power-up. En die power-up moet je op het juiste moment inzetten om de concurrentie ja, te naaien. En dus te flikken en dus te zorgen dat jij... Als je dat op 1 en een kwart doet, dan is de kans dat je de sprint wint is 80% of zo. Okay. Dus ja, dat is heel belangrijk. Of... Ja, en je moet het ook constant doen, want als je niet sprint, maar je doet het wel en de anderen doen dat en die sprint op dat moment, dan word je uit het wiel gereden en dan verlies je heel veel energie. Dus je moet altijd non-stop samen die timing doen, kijken naar die koers, waar rij ik, waar rijden zij. Inkoers, uitkoers, juist het moment inkomen, juiste snelheid. Ja, het is één groot... Thanks. Nou, maar zo'n power-up wat je zegt, dat lijkt ook wel een beetje op Zwift, of niet, Leon? Nou ja, jij... Heb nu dat vrachtwagentje als power-up. Betekent dat je iets dubbele draft krijgt. Voor 30 seconden, geloof ik. Dus ja, dat werkt ook zo. En je hebt ook nog een aero-helm. Dan ben je gewoon minder... heb je minder luchtweerstand. Maar kan ik nu dan langzamer gaan fietsen? En toch op dezelfde plek blijven? Ja. Zo. Dat is precies wat die power-up doet, inderdaad. Oké. Dus dat is lekker ook als je in een Zwift-koersje zit en je wil even herstellen in het wiel. Dan is dat een lekkere power-up om te hebben. Of als je sprintje vanuit achteruit begint, dan is die ook wel eens heel handig. Maar er worden bijna geen sprints meer gewonnen zonder de aero-helm. Ja, maar ja, dat is ook gewoon zo. Die is ook gewoon sneller. Dus ja, dan moet je hem opdoen. Ja, dus die moet je sparen voor de finale, voor de dubbele punten. Ja, dus soms moet je dus inderdaad zo'n... dus dan krijg je dan krijg je dat helmpje, terwijl je eigenlijk nog weet dat je 3 keer een power-up kan krijgen. Maar dan laat je gewoon al die power-ups liggen en bewaar je dat helmpje tot het eind. Dat is misschien ook weer een beetje vergelijkbaar met de puntenkoers. Dat je dat je echt maar pick your battles. Kies het moment waarop je wilt toeslaan. En hoe verdien ik een vrachtwagen? Wat moet ik daarvoor doen? Ja, dat is een goede vraag. We hebben... Wat zei je, Leon? Ja, doe mij een vrachtwagen. Als je door een boog heen rijdt, krijg je een power-up. Maar welke, dat is altijd afwachten. Ja. Ja, dus je hebt zeg maar op het parcours heb je allemaal banners staan. Op dit parcours hebben we er eentje. Dat is die groene die sprintbanner, waar we straks ook die sprintoefeningen gaan doen. En omdat de korte rondjes krijg je lekker vaak power-ups, dus elke 2,8 kilometer krijg je een nieuwe. Ja, en net als in Mario Kart is het dus de vraag, welke krijg je in godsnaam? En je hebt nu dus keuze uit 3 verschillende power-ups. Dus het zijn 3 mogelijke power-ups die je kunt krijgen. En in sommige wedstrijden heb je ook weer meerdere power-ups, maar dat zal ik voor het overzicht niet allemaal uitleggen. Maar kan bijvoorbeeld ook nog onzichtbaar worden, dat soort power-ups heb je ook nog... Dat is wel heel vet. Dat zou wat zijn voor op de baan. Kan ik niet onzichtbaar worden en dan een rondje in de bosjes zitten? Dan kom ik daarna wel in. In de bosjes ben je altijd onzichtbaar, toch? Oh. Even kijken, een vraag van Arnoud DV. Je rijdt vaak met Annemiek van Vleuten. Hoe goed is zij wel niet? Ja. Goed is zij wel. Het is heel... Simpel, toetsen in Pro Cycling Stats. En dan druk je in Annemiek van Vleuten. En dan staat er 120 gewonnen wedstrijden. En dan denk je, tering, dat is veel. Die is goed in wielrennen. Zo goed is ze, ja. Het is moeilijk om uit te leggen, maar... Ja. Ja, die kan gewoon heel goed fietsen. Die gaat gewoon heel snel vooruit op een wielrenfiets. Ja. En, maar kan ze jou wel eens pijn doen? Of zeg maar, is het echt serieus gewaagd aan jou op trainingen? Dat is denk ik een beetje wat hij bedoelt. Ja. Ja, nee, absoluut. Ik denk, als zij vertelt wat zij voor waardes rijdt, vooral per kilo, bergop.
Ja, daar word je gewoon bang van. Dat is niet leuk. Dat is afzien. Maar ja, dus het is wel zo... Wat? Als... Ja, ga verder. Kijk, als we gewoon op de dijk rijden... We hebben een keer met de dikke storm windkracht 5 wind meegedaan. Op de dijk. En ja, dan ga ik gewoon straal uit het wiel. Dan kan ze niet mee, omdat gewoon de snelheid gewoon veel te hoog is. Maar ja, op het moment dat het bergop gaat of gewoon heel lang duurt, et cetera, ja, is ze gewoon echt... Het is super aero, super licht, super snel. En ze houdt het ook nog, dus knijterlang vol. Ja, die kan gewoon heel goed fietsen. Ja, dus je moet niet met haar gaan zwiften, denk ik, bergop. Dat is een beetje de conclusie. Nee, want dan gaat het echt over watt per kilo. Ja, precies. Ik denk dat ik er dan niks te zoeken heb, nee. Ja, nou, vet. Het is wel mooi om met zo'n atleet te fietsen vaak. Eens kijken. Iniesta, een Spaanse gast, denk ik. Of een Spaanse staat. Die vraagt, what is your favorite monument of road cycling? You haven't rode any big one of the big five yet, right? No, I rode the Ronde van Vlaanderen. Oh, okay. And I think as a racer, the Ronde van Vlaanderen is the most favorite. Because I really like, because it's so difficult. I really want to win it once. And it's like super uitdagend, is it? Challenging, yeah. But from the television, I like Milan-San Remo the most. Because it's just pure what cycling is. Like, all day riding and then just the final. It would be super cool to, like, do an attack in the last K with a group of 20 after the Poggio. Yeah, nice. Hey, we zitten nu in ongeveer halverwege. Rondje 6 van de 12. Dus we gaan straks alweer een beetje richting die sprintoefeningen. Of tenminste de puntenkoersoefening. Dus dat is vanaf het moment dat we de 9e ronde ingaan. Dus als eigenlijk zeg maar 9/12 verschijnt linksboven in beeld. Dan weten de deelnemers dat en dan heb jij dat ook scherp. Ga je ze ook mee oefenen? Je komt net uit de rustperiode, hè? Ja, klopt. Ik heb 6 weken niet gefietst. Dus ik heb gewoon even rust en ik heb veel gewandeld, ook een mooie sport. Maar ik weet niet, ik ben wel benieuwd, ik wil het wel even proberen en misschien rijden heel veel mensen bij me weg of zo, dat zal wel, maar ik vind het sowieso een leuke oefening en of je in vorm bent of niet, het is altijd een goede prikkel. Ja, vet, dan gaan we doen. Kijk, ja, het is sowieso een vak apart Zwiften, dus... Ja, voor een eerste keer om nog goed in de draf te zitten. Dus met minimale inspanning bij de groep blijven waar je wil zitten. Daar heb je misschien ook wat ervaring voor nodig. Dus dat is ook niet raar als dat tegenvalt. Ik heb toch wel eens een scheldende Luc Buchter op WhatsApp gehad. Na zijn eerste Zwiftkoers. Zeker, ja. Dus dat zou je misschien ook wel mee gaan maken. Even te kijken of we nog een vraag voor je hebben. Ruben de Klerk die zegt: Jan-Willem, je moet echt een keer een podcast maken met Graham O'Bree of Dan Bigham. Ja, keihard. Zij hebben al die tijd al gelijk. Net als ik. We hebben alle drie alle tijd al gelijk. Ja, dat zou heel vet zijn. Kun je kort uitleggen wat die mensen hebben betekend? Graham O'Bree hangt in zo'n groot formaat. Hangt hij boven mijn bank thuis. En die kantelde de wielergame door op een fiets te gaan zitten. Wat een soort vouwfiets was. En daar zo op te fietsen. Waardoor hij 2 keer het werelduurrecord verbrak. En ook wereldkampioen werd. En later hebben ze hem een beetje genaaid. Want toen gingen ze allemaal regels verzinnen dat het niet meer mocht. En toen heeft hij nog de Superman positie bedacht. Die was zo. Maar dan heel lang. En daarmee boorde hij ook gewoon 4:15 of zo op open baan. Dus dat is ook... Toen was hij eigenlijk fysiek ook fucking goed. Dus dat vond ik ook heel vet. En daarom is hij gewoon een held. En die Dan Bigham, die heeft eigenlijk bedacht dat hij met een stel studenten, wat wij eigenlijk al langer dachten in het ploeg achtervolgen, veel langere beurten, insturen op 3, fucking arrow op je fiets zitten en de rest geeft geen fok. Andere strategieën,
andere helmen, andere shit. En ja, voor de insiders is het gewoon keihard om te zien wat hij gekanteld heeft. En dat is gewoon zoveel. En er zijn zoveel dingen die ik al de hele tijd roep. Ja. En ja, hij ook, maar hij is zeg maar de architect en hij verkoopt zijn kennis ook. Dus ja, ik weet ook dat bijvoorbeeld de Denen reden afgelopen WK onder leiding van Dan Dickham. Ja, die reden gewoon twee keer verbraakt het wereldrecord. Dus om uit te leggen hoe invloedrijk deze de beste Dan Dickham is. Ja, dat is gewoon heel serieus. Die weet wat hij moet doen en hoe het moet, et cetera. Ja, want dat wereldrecord stond eigenlijk super scherp al, hè? Ja, 3,50 over 4 kilometer. Ga er maar aan staan. Ja. En toen worden die Denen 3,46. Ja. Terwijl wij als Nederland niet verder kwamen dan 3,58. Ja. Dan ga je wel op je hoofd krabben. Ja, precies. En je krijgt nu ook alweer Filippo Ganna, die al bijna net zo snel rijdt als die tijd die je net noemde, waar je met de hele ploeg voor reed. Ja, precies. Maar dat is... Het is allemaal de aerodynamische revolutie. Dat is het. Ja. En mensen op de weg die willen dat niet zien. Maar ja, als ik Filippo Ganna 4-2 zie rijden... Ja, die gast die rijdt echt niet harder dan al die andere chappies die de afgelopen 10 jaar 4-20 reden. Dat is niet zo. Maar als ik die gast op de fiets zie zitten, helemaal zo... Stuurpak, helm, alles. Helemaal anders, ja. Is het geen hogere wiskunde. Ja, maar ze zijn wel... Het idee qua verzetten bijvoorbeeld is wel heel erg veranderd, hè? Ik weet niet wat jij rijdt op een puntenkoers, maar ik rijd 50-15 of 52-16. Ik reed, daar ben ik ook echt trots op. Ik reed dit WK, reed ik 68-16. Dus dat is ongeveer 60-15. Dus dat is 10 getanden groter dan jij, Leon. Ja, precies. Dat, en dat maakt wel verschil, ook in... Hoe je rijdt op de achtervolging, hè? Want daar zijn die verzetten ook enorm toegenomen. Ja, maar het is niet alles hoor, want ik heb ook wereldbekers gewonnen op 54-15 op de baan, puntkoers. Dus het is uiteindelijk iets makkelijker, maar het is niet de hoofdzaak. Het verzet is niet de hoofdzaak. Aero, dat is de hoofdzaak. Het verschil tussen zo sprinten of zo, dat scheelt 3 kilometer per uur. Ja. Dat is belangrijker, en of dat je nou... die cadans kan draaien of niet. Ja, dus ook met het verzetten en zo. Ik heb honderden analyses gemaakt van, oké, welke moet ik erop doen, moet het groter, moet het kleiner, et cetera. Maakt gewoon 9 van de 10 keer niet zoveel uit. Het is niet... Maar je weet ook niet hoe de koers is, hè? Nee, maar dan alsnog. Het is niet de grootste... Tuurlijk is het een hoofdzaak, het is belangrijk, maar het is niet de hoofdzaak. En... op het moment dat je er niet meer dan 2 tanden af zit, heb ik nooit het gevoel dat het echt verschil maakt. Het is niet, je gaat niet wel wereldkampioen worden door 1 tand erbij of eraf. Dat geloof ik ook. Ja, vet interessant dat daar nu dat je daar zoveel winst mee kan boeken en dat die investering, alles tijd die erin investeert en dingen met testen, dat gewoon echt loont. Nou ja, ik heb voor mijn tijdrit ook in de windtunnel gezeten. Het was in het najaar, denk ik. En vervolgens kregen we in januari nieuwe fietsen. En waren alle papieren weg. Weet je, dat soort dingen gebeurden nog in begin jaren 2000. Ja. Maar het is gewoon... Mensen zien niet het belang ervan in, omdat je het niet kan zien. Je kan het niet zo goed voelen. Maar op het moment dat jij echt snapt... waar je het over hebt. Ja, dat is hetzelfde als met... Nou, misschien kun je het wel vergelijken met het bankwezen. En de reden van de bankencrisis... dat mensen op hypotheken weer nieuwe hypotheken gingen verkopen. En nieuwe verzekeringen, ja. Als normale leek denk je, ja, daar zit niks in. Maar er zijn ook heel veel mensen heel rijk van geworden. En zo is dit ook. Het is daar, maar het is moeilijk te zien. Het is moeilijk te bevatten. En het is nog eens moeilijk... te meten, uit te voeren, et cetera. Het is echt een tak van sport aan zich. Dus dat is denk ik het interessante eraan. Ja. Hey, we gaan nu richting... Welke tempo ga je zo rijden als 9 gaat beginnen?
Ja, nou, het hoeft niet veel harder dan dit, hoor. Nee, ik weet het niet. Dus we gaan nu door de boog heen en we hebben hierna nog één rondje rustig. En daarna gaan we dus beginnen aan de puntenkoers training. Ik zag er net ook wat vragen van voorbij komen in de chat. Dus even voor de duidelijkheid, het is geen officiële koers. We hebben geen jury, geen puntentelling. We doen een training zoals, eigenlijk zoals Jan-Willem dat dus doet, normaal gesproken. Dus wat we net uitlegden, achter de dernie keihard fietsen. En elke keer toch dat sprintje doen en daarna weer aanpikken achter de dernie. De dernie hebben we nu niet, maar wel een groepje op jouw niveau. Dus waarschijnlijk gaat straks het veld een beetje uitrekken. En kom je dus terecht in een groepje van jouw niveau. En je probeert dat gewoon zo goed mogelijk te doen. Zodat je de volgende keer als je naar Jan-Willem op de tv gaat kijken naar de puntenkoers. Dat je ook gewoon meevoelt met Jan-Willem wat de fuck die allemaal aan het doen is en hoe hard hij aan het afzien is. Ik zag net een vraag binnenkomen van Jan-Willem of je nog een rondje gaat pakken. Maar een rondje hier is 2,8 kilometer. Nou, nee. Oké, dan is dat duidelijk. En rij je met powermeter op de baan of niet? Op de zeg maar, op de puntenkoersfiets? Ja, absoluut, absoluut. Behalve op het WK, dat scheelt weer 400 gram. Maar ja, zeker wel, ja. Maar het is heel moeilijk om power te relateren aan de uitslag. Omdat eigenlijk zie je heel vaak dat hoe lager de power, hoe beter de uitslag. Denk daar maar eens over na. Waarom dat zo is. Nou, dan rij je, ten eerste rij je dan slimmer. Dat is, want als je in het wiel zit, heb je natuurlijk veel voordeel. En dan maak je de goede keuzes. En dat is belangrijk in de koers. Klopt, en dat is dus 9 van de 10 keer belangrijker dan veel vermogen leveren. Maar het helpt ook wel hoor, als je een beetje 2 minuten 6,50 duwt of zo, ja, dan rij je wel solo rond. Dus dat is dan wel weer leuk. Ja, vet. En wat zijn je, ik weet niet of je dat wil vertellen hoor, maar wat zijn zo je waardes, je 5 seconden en 15 en een minuut? 5 en 15 seconden zijn niet super hoog. Weet ik eigenlijk niet precies. Een beetje 1400 of zo. En 15 is misschien 1200 of zo. Maar vooral op de minuut gaat het wel tegen de 800. Maar wat belangrijk is dat baanwielrennen is dit. En vermogen leveren. Kijk, je kan zo het leveren. Maar dat helpt niet. Kijk, zo kan ik ook 30 watt extra duwen. Maar dat helpt niet. Het gaat om die snelheid. Dus als ik op de baan vermogen shit doe, dan probeer ik, kijk ook vooral naar snelheid. Van hey, wat ik doe, ga ik daar ook mee vooruit. Want je kan wel naar dat getal kijken. En als je bergop fietst, is het zeker een goede indicator. Maar op de baan is het veel belangrijker dat je die houding ook goed houdt. Want dat geeft het resultaat en de snelheid. En daar gaat het om. Nou ja, je ziet het ook in de fietsindustrie, dat de fietsen niet meer per se super licht moeten zijn, maar aerodynamica eigenlijk belangrijker wordt. Ja, tuurlijk, want dat weegt uiteindelijk op. Wat zei je als laatste, Leon? Zelfs voor de klimfietsen. Ja, tuurlijk, die gasten die rijden 25, 30 per uur zo'n klim op. Ja, dan maakt het gewoon uit. Kun je gewoon uitrekenen. Ja. Dus het gaat er meer om een snellere fiets te maken dan een lichtere fiets. Ja. Ik zie de groene boog al in de verte indoemen, opdoemen. Dus daar komt hij al aan. Dus dan gaan we beginnen met het grote boren. We gaan hier beginnen met het boren. Dus proberen in een goed groepje aan te haken, Willem. Dan gaan we kijken of we straks nog gaan praten. Dus er wordt nu al behoorlijk doorgereden, denk ik. Als Jelle even je vrachtwagentje aanzet, dan gaat dat helemaal meehelpen om op te schuiven nu. Ik probeer bij je te blijven. Ik rijd nog steeds 115. Ja, ik zit nog voor je. Ja, je schuift al op. Oh.
Er beginnen al gaten te vallen. Ja, dit is zo moeilijk. Nou, gewoon boren. Er was al een groep nerveuze gasten, was al voor de boog al weggereden. Dat heb je ook altijd. Ah, die vallen nog wel stil. Jij valt stil, of hiervoor bedoel je? Ja, hiervoor. Tenminste, dat moet je altijd maar hopen, hè. Ga eens even kijken of ik op mijn tweede scherm een beetje vooraan in de koers kan kijken wat er gebeurt. Dat doen ze niet zo aan hoor, op Zwift. Stilvallen. Oh, stilvallen. Ja, het is zo voorbij die inspanning. Kijken. Jij zit nog in de buurt, Leon. Ik zit op 50. Ik wacht dat Willem langskomt, dat pik ik aan. Ah, oké. Okay. Hoop ik. Het ligt helemaal uit elkaar. Dat is zo mooi, want dan heeft iedereen eigenlijk een eigen groepje zo. Om in te gaan sprinten. Oh, maar jij zit net nog in de grote groep, denk ik, Leon. Zie je dat er wel een groepje van 50 is? Op de breuk. Oké. Okay. Ik ben de breuk. Jij hebt het gat laten vallen. Nee. Kijken wat er allemaal zit. Glenn Hulst, Laurens Beekaert in de kopgroep. Oh, hiervoor zijn ook weer mannen weggereden. Wouter Reen, mountainbiker. Oh, het ligt helemaal uit elkaar. Die gasten gaan wel stilvallen straks. Maar het gaat om mannen die ik niet ken. Wat zei je? Het gaat om een sprintje, hè? Ja, het gaat om die, precies. Het gaat om dat gevoel van hard afzien in een groep van jouw niveau. En daarna nog proberen die mannen te kloppen. Eigenlijk alsof je met je vrienden hard aan het fietsen bent en je ziet een plaatsaanbordje. En een paar honderd meter verderop is er weer een nieuw plaatsaanbordje. dat idee. Een aantal beatleden die vooraan rijden. Michael Noel zit goed van voren. Dus credits wie credits. Eerste sprintje. Altijd het sprintje doen, hè. Huppakee. Ah, lekker hoor. Huppakee. Dit gaat vooruit hoor. Klasse. Ja, dat is netjes. En nu, wat is nu de gouden tip? Blazen. Ja, je schuift al meteen op. Misschien rij je zelf wel helemaal naar voren nog met die harde sprints. Het is best wel moeilijk om 1000 watt te rijden op Zwift, omdat je fiets vast zit. En dat deed je wel net. Ik voel de hete adem. Ja, Jan-Willem zit nu op plek 66. Ja, nog steeds 51. Oké, ja, dan komt hij wel heel erg in de buurt. Je ziet rechtsboven in beeld, zie je de radar. Daar zie ik al dat groepje van jou opdoemen. Kijken hoe het er vooraan uitziet. Fedor Hess in de kopgroep. Oh, nu schuif ik te ver. Ik denk dat Jan-Willem wel weer, misschien niet helemaal vooraan, maar wel behoorlijk gaat opschuiven nog op deze manier. Zo snel herstellen en weer dat tempo rijden. Ik denk dat de rest is allemaal naar de klote, naar die sprint. Ja, ik zie Leon van Bon, je ziet rechts in beeld, Jan-Willem, zie je de mensen bij jou in de buurt. Dus daar zie je Leon van Bon al tevoorschijn komen. Die zit nu 7 seconden voor jou. Toch snelvallen, Leon. Hop, hop. Ik wacht op jou. Oké, goed.
Dat is ook nog wel even een dingetje straks, hè? Dat aanpikken, Leon. Dat je echt zo vol moet sprinten. Ik heb een heel. Ah, oké, dat is slim. Aniek Rodekerken zit nog bij Jan Willem. Beatmember en voormalig Nederlands kampioen Zwift. De eerste, denk ik. Eerste Nederlands kampioen Zwift. We zijn hier weer bijna, denk ik. Ja, hij gaat er zo weer aankomen, ja. Nog 2 rondes. Ja, nog 3 sprintjes dus. Zijn jullie nou ook aan het inhouden dat ik op kop word, man? Ja, natuurlijk. Aerodynamica, ah. Hè. Draften. Ja. Ja, die ervaren gasten doen dat. Dus met dit sprintje weer even een groepje opschuiven. Ja, daar komt hij weer. ...700 watt, 800 watt. Ja, ik vind het wel indrukwekkend om te zien hoor, dat je gewoon die sprint trekt en dan straks weer gewoon doorboort. Rond plek 50 nu, ik zie echt heel veel gasten stilvallen. En dames. Volgens mij is er vooraan een soort kopgroepje ontstaan. Ja, het is inderdaad stil in de chat. Waar ben je nu? Zie je niet? 49. 39. Ja, je zit er nog voor daar. Ja, ja, ja. Jeetje. Ik dacht dat je net al zei dat je liet afzakken. Kijk, wie zit er? Geert. Huls zit voorin, J. de Klerk in de eerste groep, Wesley Goedegeburen, Lodewijk Ritsma zie ik zitten, Jetro Racing, allemaal beatmembers die behoorlijke aanleg hebben voor een puntenkoers, zo te zien. En Van Schaik. En dan daarachter valt dan een gaatje naar de groep Leo van Bon. Het wordt voor mij ook al lastig om te volgen in mijn tweede scherm, want er zijn ook al mensen gedubbeld. Gaan er dan 20 punten af als je wordt gedubbeld in de puntenkoers? Ja. Dus een rondje pak is 20 plus en een rondje ingehaald worden is 20 min. Ja, Arnold van Leeuwen zegt selecteren. Nou, dan gaan we goed kijken. Kunnen we nog wel wat renners gebruiken voor de e-racing TV Beneliga. Dus de meest indrukwekkende prestaties vandaag die worden beloond met een telefoontje. Dat hebben we namelijk ook al gedaan na de Hang in der KOM Challenge. Dus we hebben komende winter is er weer een uitgebreide Zwift-competitie voor België en Nederland. Dus dat wordt opgezet, samenwerking van Zwift Nederland en e-racing TV. En daarin gaat Beat ook meedoen. En die ploeg wordt een mix van de wegploeg met de beste members op Zwift. Dus dat wordt ook vet. Dus ik zou zeggen, laat je zien vandaag en komende weken. Jan Willem, ja? Ga je me nog inhalen? Ik weet het niet. Ik ben nu aan het temporiseren in het groepje. En ik kom er net achter dat ik veel te hard op kop heb gereden vorige ronde. Maar ik doe gewoon mijn best. Maar ja, mijn aero helpt niet, dus ja, het schiet niet zo op. Ja. Ja, nog 1,5 ronde, 3,5 kilometer. Ben je al naar de kloten, Jan Willem? Ja, ik ben wel aan het afzien. Absoluut. Die vakantie... Ik vind het wel echt leuk. Nice. Het is wel mooi. Je gaat toch harder. En eerder aan. Ja.
Dus wie weet ga je toch meer Zwiften nog. Ja, wie weet. Ah, je komt, de volgende sprint komt alweer over 200 meter. Ik kan de 400 niet meer halen, hoor. Ah, bij Jan-Willem gaat hij ook iets lager nu in de vermogens. Net was het 800, nu 600. Dat is denk ik toch even die vakantie die hij nu gaat voelen. Oh! 2,8 kilometer. Ja, ik zie wel die groepjes opdoemen in de verte. Bedankt, hè, Willem. Stoppen. Laatste ronde. Alles eruit wat je nog hebt voor iedereen. Jelle misschien alvast even de challenge afronden in de chat. Kijk, 49, nu 48. Ik zit op 29. Nou ja, jij bent lekker aan het opschuiven. Dus jij bent het niet verleerd, Leon, denk ik. Rappe man, Leon. Wat? Het is je bent een rappe man nog steeds. Nou, tactiek, hè? Daar gaat het om. Ah, toch wel. Want je zit nu ook in beeld een mooie uitnodiging. Dus ben je nog geen Beat-member, dan nodigen we je van harte uit om met ons mee te doen. Wordt een geweldig jaar. Word lid, zeker. En we hebben een speciale actie voor de deelnemers vanavond. Als jij in de komende 24 uur aanmeldt via de website van Beat, dus dat beatcycling.cc of beatcyclingclub.com. En je meldt je aan met de kortingscode Zwift, dan krijg je 10 euro korting op je membership. Dus in de komende 24 uur. Dus snel handelen als je erbij wil zijn. En dan zien we je volgend jaar in de vette beatkleding fietsen en gaan we mooie challenges aan met elkaar. Nog 1 kilometer. With WWW vraagt meneer Grover. Eventueel. Volgens mij werkt hij ook zonder www. Beatcyclingclub.com of beatcycling.cc. Laatste kilometer. Nog wel even die 1000 watt aantikken, hè, Jan-Willem? Ja, ja. Of 800 minstens. Leon is al bezig met zijn laatste sprint, zo te zien. Ja, positioneren. Hij krijgt het al door. 26, niet slecht. Plek 5, beetje kwakken. Hij is een beetje aan het kwakken, Jan-Willem. Huppakee! 200 meter. Bam, 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 bam. 59. Ja, 1000. Lekker, 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 lekker. Hij doet het nog even. Ja, klasse, man. Lekker getraind. Oh, ja, Jelle, kun je eens omhoog scrollen? Volgens mij is dit wel de volgorde van de aankomst. Ik ben benieuwd wie er als eerste is aan. Wil niks zeggen of diegene ook de meeste sprintjes heeft gepakt net, maar dan kunnen we even kijken wie er hard hebben gereden. Ton Ippel, ook een Beat-member die daar vooraan is geëindigd. Nou, ik hoop dat deze uitslag klopt. Dan hebben we alsnog een winnaar in de club zitten. Hoe had ik? Even omlaag, in de sprint, of... Gewoon, gemiddeld. Gemiddeld. Moet jij even omlaag scrollen.
2,50. Lekker hoor. 3,1 watt per kilo. Hé hey, heren, bedankt. Ja, dankjewel. Heel erg bedankt. Yo. Groeten. Hey Jan-Willem, jij legde me net voor de uitzending iets uit over dat jij wel aanleg hebt hiervoor, hè? Ja. Ja, maar dat is ook een beetje het geheim, ja. Maar ik ben er wel achter gekomen dat het zo is, ja. Want je hebt een test laten doen en wel, wat kan jouw lichaam, wat, zeg maar, wat echt belangrijk is hiervoor? Mijn lichaam, ik heb een DNA-test gedaan. En daaruit kwam naar voren dat ik vooral heel goed lactaat kan breken. Ik kan het niet zo goed aanmaken, dus ik moet ook, om te kunnen sprinten, moet ik ook veel lactische sprints doen. Ja. En dat wist ik al, maar dat kreeg ik eigenlijk nog een keer bevestigd in die test. En ja, dat eigenlijk dus. Maar het is ook logisch, zeg maar. Uiteindelijk ben je wie je bent en als je gewoon zelf heel goed kijkt en luistert, dan kun je het ook wel uitvissen. Maar met een DNA-test kun je eigenlijk nog een keer zwart en wit hebben van, hé, inderdaad, dat was de goede weg. Daar moet je zoeken. Ja, ja toch wel vet om dat zo te zien. Ik zou zeggen, herstel even lekker. Ik ga even het hebben over volgende week. Volgende week hebben we de Omnium Crit Night. Je staat op de foto's. Misschien als je enthousiast bent, kun je nodigen je uit om mee te doen. Dus volgende week gaan we echt koers op Zwift. En dan gaan we een soort Omnium doen. Dus dit is echt meer voor de wedstrijdrijders onder ons. We hebben eigenlijk drie losse, korte Zwift-evenementen op het programma staan. We rijden eigenlijk de hele avond in Crit City. Dat is het rondje in Zwift van ongeveer 2 kilometer. Daar rijden we eerst een scratch race van iets van 15, 16 kilometer. Daarna rijden we een individuele achtervolging. Dus 4 kilometer. Dus het wordt een soort van... dus dan gaan we verrijden als tijdrit daar. En we sluiten dan de avond af met een puntenkoers. En je kan eigenlijk in elk onderdeel kun je al punten verdienen die je meeneemt naar de afsluitende puntenkoers. Dus net als in een echt Omnium. En tijdens die wedstrijd hebben we daadwerkelijk een jury en puntentelling bij de tussensprintjes. En voor zover ik weet is het de eerste keer dat dit gebeurt op Zwift. Dus dat wordt weer een mooi experiment en een mooi avondje koers en afzien. Dus hebben we je al een beetje enthousiast kunnen maken, Jan-Willem? Of moet je toch weer kilometers maken? Ja, ik moet zeggen, ik vond het wel echt heel leuk. En het is echt wel motiverend. Je kan er eigenlijk niet stoppen. Want ja, anders word je eraf gereden. En daar ben ik altijd wel... Dus je blijft wel doorfietsen. En ja. Het is ook leuk. Je hebt gewoon afleiding van de pijn in je benen. Want je kijkt gewoon naar het scherm. En dat is gewoon leuk. Je hebt gewoon meer joy. Het is altijd beter dan in je eentje in de schuur zelf bedenken dat je iets aan het winnen bent. Terwijl als je hier echt hard aangaat en je gaat vijf man voorbij, dan denk je, ja, ik wil die zesde ook voorbij. En dat is wel positief. Ik vond het eigenlijk wel meevallen. Nice. Ja, dat is vet om te horen. Ik zal nog eventjes herhalen wat we net al zeiden. Dus ben je nog geen beatmember, dan is dit al het moment om je aan te sluiten. We gaan een mooi jaar tegemoet. Er gaat hard geboord worden op de weg en op de baan. Dus daar moet je bij zijn. We gaan komend jaar een heleboel vette challenges ook organiseren voor jou. Als je je in de komende 24 uur aanmeldt, dan ontvang je 10 euro korting op je membership. Gebruik daarvoor de kortingscode Zwift. Dus dat kun je doen door naar de website te gaan van Beat, beatcycling.cc of beatcyclingclub.com. Klik op memberships en aanmelden. En dan vind je daar je weg. En hopelijk zien we je volgend jaar in een beatshirt meedoen aan al het moois dat we gaan doen. Jan-Willem, ik wil jou bedanken voor je aanwezigheid vanavond. Ja, jullie bedankt voor het kijken en het organiseren. Ja, en nou, wie weet tot ziens op Zwift. En dan zien we je op de weg. Goeie avond allemaal. Hoi.